Ik hou niet van verliezen, zoals iedereen weet. Maar van Jeroen verliezen vind ik niet zo erg. Nee, ja, gewoon een super, super mooie dag zo samen. En een hele mooie campagne, denk ik zo. En om samen zeg maar, echt te kunnen sporten en op het veld bezig te zijn, dat maakt het gewoon heel speciaal. En dat maakt er een hele leuke dag van zo. Waarom doe je dit? Omdat ik het een fantastisch initiatief vind. En zeker omdat in Nederland, weet je, iedereen heeft de mogelijkheid om te kunnen sporten. Sporters, sporters met een beperking. Maar het is altijd zeg maar, gescheiden. En altijd op een apart veld trainen. Nooit echt samen. En ja, het mooie wat we met deze campagne willen bereiken is eigenlijk gewoon dat je dingen van elkaar kan leren op het gebied van sport. En dat je gewoon een keer samen zeg maar, echt aan het spelen bent op het veld. En dat vind ik dat dit zo bijzonder maakt. En zeker voor Jeroen, hij zei net al, het was de dag van mijn leven. Ja, weet je, als je dat zo samen kan doen, hoe mooi is dat en hoe bijzonder is dat om het zo te doen? Daar heb je graag een verlies voor over. Absoluut. Ik ben een patatje verschuldigd aan Jeroen, want dat kreeg de winnaar. Dus ik denk dat ik die zo binnen ga halen voor hem.